Is Now is een jonge rockband uit Lokeren. Ze zijn al volop aan het repeteren voor de nieuwe editie van de Kunstbende. Want wie het nog niet wist, de Kunstbende is een creatieve wedstrijd voor jongeren tussen 13 en 19. Kunstbende wil eigenlijk, om het met een mooi woord te zeggen, een platform bieden aan jonge mensen die bezig zijn met kunstzinnige dingen, met creatieve dingen. Het wil hen eigenlijk een beetje de kans geven om ook een keer op het podium te staan of om ook een keer hun foto's te presenteren of hun werk te presenteren. En Kunstbende is meer dan alleen muziek. Jongeren kunnen deelnemen in verschillende categorieën. Ook mode, video, dans en fotografie komen aan bod. Simon en Lander zijn natuurfotografen en doen al voor de derde keer mee. We proberen dan ook via dat platform misschien iets als fotograaf ook verder te geraken. Dat is tot nu toe nog niet echt gelukt, maar wij proberen toch ooit wel eens door te breken in het fotografielandschap. En dan is Kunstbende een begin, een goed begin. Voor Hanne en Julie viel de deelname zo goed mee dat ze het nog eens proberen. Vorig jaar eindigden ze tweede in de categorie dans. Kunstbende is een heel toffe ervaring en een goede ervaring waar jongeren als ons kunnen leren om hoe het is om op een podium te staan. Kunstbende gaat niet over kunst met de grote K, om het zo te zeggen. Het gaat dan meer over experimenteren en durven. Op zich, Kunstbende heeft zo een leuze van alles mag en alles kan. Schrijf je dus in voor de Kunstbende voor 11 februari 2011. Dan kan je je kunsten laten zien op de voorronde in Lokeren op 6 maart. De winnaars gaan door naar de nationale finale in Antwerpen. Elke vrijdagavond tussen 6:30 en 7:30 richt de stedelijke jeugddienst een recreatieve sportcompetitie in. Hierbij wordt de sportzaal in twee delen verdeeld. Langs de ene kant van de zaal richten we een badmintonveld op en op het andere deel is er een keuzesport. Iedereen tussen 16 en 25 jaar mag dus gratis komen sporten in ons stedelijk jeugdcentrum Bergendries.